Nou, ik ben Chantal Linders. Ik ben de founder van Green Habit. Ik ben 4 jaar geleden hiermee begonnen, maar ik kom oorspronkelijk uit een hele andere wereld. Ik ben altijd business analyst geweest in de softwarewereld. We zijn begonnen om de game. Het is dus een serious game geworden. Omdat dat is natuurlijk leuk. We hebben alle breinleertechnieken gebruikt in die game. Bijvoorbeeld dat je samen leert. Samen leer je veel beter als alleen. Daarom doe je het met een buddy. Als je bijvoorbeeld wil afvallen, dan is dat jouw focus. Terwijl eigenlijk in de kern zit het hem in bijvoorbeeld te weinig zelfvertrouwen en slecht zelfbeeld hebben. Of dat je bijvoorbeeld heel veel stress hebt, waardoor jouw stofwisseling niet meer werkt, goed werkt. Dus we proberen altijd te kijken van wat is er aan de hand met iemand, om daarin te nutchen. En als je dat doet, ja, dan kun je zeg maar je problemen echt zeg maar boven tafel krijgen en er iets mee doen. Ik vind het probleem eenzaamheid echt onderbelicht in Nederland. Ik vind dat we ons massaal te veel focussen op die leefstijlverandering, terwijl we eigenlijk het moeten omdraaien en dat we ons moeten focussen op die eenzaamheid, weet je wel, die moeilijkheid. Waarom doen mensen wat ze doen? Dat is veel belangrijker als dat je weer een leefstijl-app. En ik kom zoveel projecten tegen waarin ze eigenlijk met heel veel interessante, slimme mensen bij elkaar komen en zeggen, nou gaan we dit bouwen, want hier zit de hele wereld op te wachten. En denk ik, maar is dat dan zo? Probeer je ze verplaatsen in de mensen wat ze nou echt nodig hebben, in plaats van dat je vanaf je bureau bedenkt, nou, je ziet aan COVID alle mensen met overgewicht die komen als eerste in het ziekenhuis terecht. Dus daar moeten we iets aan doen. Dus dan moeten we maar even een nieuwe app of een platform bouwen. En dan kunnen we mensen helpen. Maar het gaat erom dat je ze kunt vasthouden. En dat je mensen echt in de kern helpt. In plaats van denk dat je iedereen maar helpt met weer een nieuw platform. De oudste deelnemer is 81 jaar. Ze heeft de Green Habit Game gespeeld. En ze deed alleen maar mee omdat ze zich eenzaam voelde. Want ze leefde al heel gezond. Maar ze was haar man kwijtgeraakt. En ze miste echt positiviteit in haar leven. Ze had wel heel veel clubjes met borduren en vrijwilligerswerk voor de kerk. Maar toch voelde ze zich eenzaam. Dus we kunnen met z'n allen wel invullen of iemand zich wel of niet eenzaam voelt door de activiteiten die iemand doet. Maar iemand kan zich in het hart gewoon nog steeds eenzaam voelen. En ze heeft de Green Habit Game gedaan. Nou, het is echt fenomenaal wat het met haar gedaan heeft. Dus zelfs iemand van die leeftijd kun je net dat lichtje meegeven. Ja, en daar word ik dan echt heel gelukkig van. Als ik zulke mensen ook nog dat kan meegeven, weet je wel. Dat vind ik gewoon heel fijn.